Deze highlights worden nu aangeboden door FedEx en Gazprom. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Zijn die twee pockets achter Rentje. En daar is Rafa Silva. En daar is al meteen de goal. En de vlag is beneden gebleven. Nou ja, goede aanval door het centrum met Pizzi. En Yaremchuk zit er toch weer tussen. En na 10 minuten is het al meteen prijs. Een rollertje, maar goed genoeg voor de 1-0 van Benfica. Rafa Silva. Nou, goede bal hoor van Ramalho. En Madueke. De versnelling. En de voorzet. Ja, prima. Maar ook goed verdedigend werk van Otamendi. Want Zahavi was ter plekke. Knappe beweging. Nou, weer buitenom. Hey, Gakpo kan misschien knallen. En dat doet hij goed. Vuistenwerk van Vlachodimos. Deze keer beter bij de les. Overtreding. Beetje onhandig van Götze. Ja, die ruimte vind ik zo. Grimmel. Verissimo gaat trappen. En dat doet hij uitstekend. En er is een prima Joël Drommel nodig om de goal te voorkomen. Strakke knal onder de lat. Otamendi kopt. En wie erbij? Daar trapt hij hem erin. Het is Julian Weigl die 2-0 maakt. Onoplettendheid en een beetje in de karambolle. En net voor de rust de dubbele voorsprong voor Benfica. Weigl stond op de goede plek. Otamendi laat de koppen. Redelijk vrij was ook al niet zo goed verdedigd van PSV. En zo levert dat schot van Verissimo. De corner die daarop volgde heeft nog wel iets op voor hen. Nou, Van Ginkel was diep gegaan. En de parade van Vlachodimos. Uitstekende bal van Götze. Ja, dat is goed van Max. Gakpo neemt over. Max sprint door. Götze is mee. Zahavi wil de bal. Gakpo heeft geen oog. En hij scoort. Oh, hij legt hem er zomaar in. Hij hoeft geen oog te hebben voor Zahavi. Ja, en Vlachodimos is helemaal verrast. Knappe goal van Gakpo. Deed het helemaal alleen. Had niemand nodig. Nee, hier zat je dan toch wel te wachten op de redding, ja, op de tussenkomst, ja, ja. Op de hand van Vlachodimos. Maar hij pakte hem niet, ging gewoon binnen. Madueke, Gakpo, dat is een ingestudeerd nummer. Götze de kans, oh! Het duurt net te lang. Kon niet trappen. Het zat nog een voet tussen, Portugese voet. Götze zet nog eens aan. Madueke. Mwene en Zahavi kan niet scoren, want nog een reflex van Vlachodimos. Gakpo is weer weg en de zee gaat open. De Rode Zee. Ze moeten hem uit balans brengen. Oh, hij knalt toch nog. Gakpo achter de bal. Ramalho trekken en duw. Daar komt hij.
Bruma wilde ineens, dat lukte niet. Dat is buitenspel, denk ik, Vertessen. Buitenspel, ja. Maar hij was er wel. Deze highlights werden u aangeboden door FedEx en Gazprom, officiële sponsors van de UEFA Champions League.